Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 73 hier in Canada. Heb je de vorige video in Spanje gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan recht boven het i'tje, klik daarop dat jullie de video verschijnen. Ben je nog niet geabonneerd? Zeker abonneren voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode video's. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Reageer wat er verbeterd kan moet worden. Volg me even op de sociale media, @GiananSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnamen zijn in beschrijving. Het circuit Gilles Villeneuve in Montreal is een snel circuit. Ik wacht hier gewoon op pole position te staan met naast ons natuurlijk Max Verstappen. Kijken of wij een 1-2'tje kunnen bemachtigen in de kwalificatie. De race verloopt droog. De kwalificatie trouwens ook overigens. Hebben wel wat kleine updates meegenomen in deze grote prijs. Dus we zouden wat meer richting Mercedes moeten gaan klimmen. Maar die zijn nog steeds het snelste team. Met de Research and Development boom. Als je dat ziet, dat schema, dan zie je Mercedes 1, wij 2... En McLaren dus op 3. Als ik dat goed zeg. Jazeker, McLaren op 3, Red Bull 4 en Williams op P5. Maar goed, wij gaan ons lekker voorbereiden op de kwalificatie hier in Q1. Ik zou zeggen, daar gaan we dan voor de kwalificatie hier in Canada. En we zijn aanbeland tegen het einde van Q1. We hoeven er pas heel laat naar buiten te gaan, omdat we maar op één setje deze run willen gaan doen. We pakken geen twee sets, we pakken geen twee runs. Eén run op deze band moet voldoende zijn om door te kunnen komen naar Q2. Dus hier alles geven en kijken waar wij zo meteen staan. De vlag hangt over anderhalve minuut uit. Nog een aantal secondes op de klok. Bij start-finish DRS geopend. Hier de kortere lijn nemen. En dat is de snelste tijd met een 1.6.7. Dan zijn we aanbeland bij Q2. En nog steeds hetzelfde verhaal. Ik ga er gewoon pas heel laat naar buiten. En Jeff zegt ook, je moet hier een goede ronde gaan neerzetten. Anders zijn we weg. Van de kwalificatie, dus het is hier nog steeds de druk er volop. Net als in Q1 hebben we een klein moment overstuur op de exit van de Wall of Champions. De eerste bocht nemen wij gewoon goed. Is het kijken wat deze tijd ons gaat opleveren. Raken naar de muur helaas wel. En dat is een 1.795. Een 1.75, de snelste tijd. En dat is goed genoeg om door te kunnen komen naar Q3. Kijken wat dit rondje ons gaat opleveren. En kijken of we ook naar de pole position kunnen komen natuurlijk. Zijn we aanbeland bij de Wall of Champions met nog ongeveer een halve minuut op de klok. Verpest ik daar gewoon die bocht omdat ik te ver doorschoot. Maar het is wel de pole position met een 1.6.7. En deze tweede run kan ik niet afmaken, want je ziet toch gelijk rood bij de delta. En wij pakken de pole position. En zijn maar 70.000ste sneller dan Max Verstappen. Dus dat wordt een stevige strijd. Sainz helaas op de laatste plek van Q3. Op een seconde. Pijnlijk voor Ferrari. Maar goed, dat boeit ons helemaal niks. We gaan ons lekker voorbereiden voor de grote prijs van Montreal op het circuit van Gilles Villeneuve. De Canadese grote prijs staat op het punt te beginnen. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 73 van F1 2021 My Team Career Mode. Hello and welcome to the Isle Notre Dame once again for what promises to be another incredible Canadian Grand Prix and a fiercely competitive circuit where pole position can often be decided by less than a tenth of a second.
If you want flat-out racing, you've come to the right place this weekend, as it's full throttle for 59% of this 2.7-mile circuit, peaking at around 210 miles per hour going into the final chicane. But that speed requires discipline, and there are more than a few close walls here just waiting to punish drivers with a heavy right foot. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you, so that they're not taking up too much of your capacity. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Norris, Gasly, Charles Leclerc and Bottas, Hamilton, Ricciardo, Tsunoda and Carlos Sainz, Perez, Stroll, George Russell and Giovinazzi, Joe, Ocon, Marcus Armstrong and Callum Ilott, Latifi, Lundgaard, Mick Schumacher and Nikita Mazepin. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Dan zijn we aanbeland bij de grid hier in Canada. Op P1, naast ons Max Verstappen. Daar moeten we rekening mee zien gaan te houden. We nemen gewoon extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen. Ik verwacht hier een safety car, die is hier meestal in Canada. Je weet maar nooit wat voor gekke huis er dit keer gaat plaatsvinden. Geen regen voorspeld, dat is goed om te zien. En ja, wat ik net al zei, met Max op de tweede plek kan het knap lastig worden om die overwinning naar ons toe te halen. Een tweestopper, soft, medium, medium en neem er gewoon wat extra fuel mee dan normaal. Een driestopper lijkt mij hier overbodig. Tenzij er heel veel safety cars komen, maar ik verwacht van niet. Eén keer soft, twee keer mediums. Daar gaan we dan beginnen voor carrière aflevering 73 hier in Montreal. De lampen gaan aan en ze zijn uit en we zijn onderweg en hebben gelijk wielspin te pakken. En Verstappen is al ons gelijk gepasseerd. Ook Norris doet daar een divebomb naar Max, pakt de leiding af. Hier zit dan ook gelijk Charles Leclerc bij ons te kijken, maar wij duwen hem daar een klein beetje wijd. Norris en Verstappen gaan daar samen een bocht in. En dat loopt allemaal goed af. Norris wordt een beetje afgeremd en wij kijken hier gelijk. En dat is P2. Goed om te zien. Max aan de leiding. In de grote prijs. Op P1. Dat gat is al 15e ongeveer. Norris, dat gat is 2/10. Wij moeten nu naar Max zien toe te rijden. Als dat kan. En gaan zo meteen dat rechte stuk op. Richting de Wall of Champions. Hier kunnen wij nog even helemaal niks. Gaan het zo meteen proberen. Gele vlag. En weer groen. Slipstream pakken hier van Max. We kunnen alleen maar kijken. We zitten net te ver weg. En we gaan ronde nummer 2 alweer in. En Verstappen noteert dat snelste raceronde met een 1.14.7. Verstappen naar de snelste raceronde. Wij noteren een 1.14.8, zijn maar een tiende langzamer dan mijn landgenoot. En we zitten einde ronde nummer 2. Verstappen verdedigt die binnenkant. En gaat weer terug naar zijn racelijn. Dus wij kunnen op dit moment helemaal niks. Zit de klem achter Max. En wij pakken dit keer de snelste raceronde met een 1.8.7. Zijn 5 seconden harder gegaan dan onze vorige beste tijd. Max nog steeds aan de leiding. Norris nog steeds op P3. Einde ronde nummer 3. Zometeen gaan we ronde nummer 4 alweer in. Hier dan opnieuw een inhaalpoging. Verstappen verdedigt alweer die
binnenkant en kruist weer terug naar zijn lijn, dus wij kunnen helemaal niks. Hier dan aan de buitenkant kijken, lukt dat? Dat lukt niet, want we raken met mijn rechter voorwiel het gras. Dat betekent dat we even wat blokkeerden, uit balans gingen en Max heeft gewoon die P1 weer in handen. Einde ronde nummer 4 op dat rechte stuk. We zitten gewoon klem achter mijn landgenoot. Hier dan weer DRS. Overteken op. Hij verdedigt fel die binnenkant. We kijken naar de buitenkant. Dan dat lukt. Maar we galopperen ons hier. Nemen daar te veel snelheid mee. Oh, Max kan niet profiteren daarvan. Oké. Had ik niet verwacht. Nieuwe strategie beschikbaar op de MFD. Om in ronde nummer 10 naar binnen te duiken voor de medium compound. We zitten in ronde nummer 7 van de wedstrijd. Als dat gat naar Max inmiddels 3/10 is. Maar dat is hij aan het dichtrijden hier met DRS. Kijk naar de buitenkant. Jazeker. Lukt dat? Nee, dat lukt niet. En Norris zit gelijk mee te kijken. En profiteert ervan. We gaan hier wat op het gras. Om te zorgen dat Norris nergens naartoe kan. Hebben daar wel een momentje overstuur. En gaan naar de medium compound. Bij onze eerste pitstop van de dag, zegt Jeff. Nog steeds in ronde nummer 8. Als wij hier DRS hebben van Max. We kijken naar de buitenkant. Lukt niet. Maar Max blokkeert. En dat heeft ons wat afgeremd. Verstappen geblokkeerd. Die heeft zijn rechter voorband geblokkeerd. We kijken hier naar de buitenkant. Het is een beetje krapjes, maar het is weer P1. Jazeker, voorlopig. Want Max kan terugkomen na een fout van ons. En pakt de leiding weer terug. In ronde nummer 9. Dan weer op dat rechte stuk proberen om de aansluiting naar Max Verstappen toe te vinden. Norris heeft een achterstand van 1/17. Wij hebben hier slipstream van Max. Kijken naar de binnenkant. En Verstappen gaat naar binnen. En dat heeft ons wat afgeleid, want ik schrok daarvan. En daardoor is Lando Norris aangedrongen bij ons. Verstappen gaat voor de undercut. Wij gaan voor de overcut. En we duiken naar binnen. Gaan proberen om voor Max weer de baan op te komen. Maar dat wordt nog knap lastig. Want Verstappen is al op dat rechte stuk. Gaat zo meteen de laatste paar bochten in. En dan overstart finish. 2,8 is de pitstop aan de langzame kant. En de overcut heeft niet gewerkt. En zijn al een aantal secondes kwijtgeraakt door die langzame pitstop. Dat gat is nu 1,8 seconden. Dat was eerst 1/10 of 2/10 zelfs. Dan ben je gewoon heel veel tijd verloren. Die tijd hebben wij inmiddels goed gemaakt. En we zitten in ronde nummer 12. Als we daar weer Max Verstappen hebben voor de leiding in de wedstrijd. We kijken naar de buitenkant. En dit keer lukt het. Jazeker. P1 weer veroverd van Max. Maar hij kan terugkomen. Doet hij ook. Aan de binnenkant. We noteren de snelste raceronde met een 1.87 en Max kan er niet voorbij. Hier dan ook niet. En dat is weer P1 veroverd. Goed gedaan. Nu hopelijk wegrijden van Verstappen. Om een zo groot mogelijke voorsprong te creëren. Zodat wij een veilige pitstop kunnen doen voor de medium compound. Max zit wel aan te dringen. Jazeker, daar komt hij. Daar zit Verstappen aan de buitenkant. En wij kunnen hier niks doen. We zijn kansloos en moeten het zometeen gaan proberen op dat rechte stuk. Er zijn nog 22 rondes te gaan in de wedstrijd, dus het is nog lang. Gooien onze overtakenknop aan. Zometeen ook DRS tot onze beschikking gesteld. Hier dan aan de binnenkant kijken van Max. Jazeker, en dat is weer P1. En dit keer halen we de bocht mooi. Verstappen kan terugkomen trouwens. Nee, die kan niet terugkomen. En we zitten einde ronde nummer 14 als Lando Norris
naar ons is toegedrongen. En we raken elkaar hier. En dat betekent dat Norris een kapotte voorvleugel heeft. Max pakt de leiding weer terug. Wij naar P2. Norris naar P3. Dat gat is al 1,7 seconden. 1,8. Ronde nummer 15 is het. Als we daar dan Verstappen hebben. We kijken naar de binnenkant dit keer. Jazeker, dat lukt. Heel mooi gedaan. En Max kan wel terugkomen. We laten ruimte over. Verstappen twijfelt. En wij behouden nog steeds P1. Geel in sector 3. Omdat Lando Norris gaat uitvallen in de grote prijs. Norris geen punten gepakt. Moet de auto daar stilzetten. Misschien heeft hij wat beschadigd geraakt tijdens mijn touché. Maar hier dus een herhaling. Wat Norris dus deed. Of het kan ook zijn een kapotte motor. Dat hij mee daardoor de strijd mee moet staken helaas. 0 punten voor de jonge Brit. We zitten in ronde nummer 24 van de wedstrijd. Als we naar binnen willen. Onze laatste pit van de dag. Geel in sector 3. Ocon uitgevallen. En de safety car is op de baan. En Verstappen is al naar binnen geweest. Wat betekent, we hebben een gratis pitstop. Hoge schade, vermeldt Jeff. Er is iets gebeurd met Esteban Ocon. Daar hebben wij een herhaling van. Ze heeft daar Mick Schumacher voor zich. Wil hier een aanval doen. Wat gebeurt daar dan? Oh, die heeft een tankslepper. En volgens mij knalt Callum Ilott daar vol achterop. Ocon wil Schumacher inhalen en is hem daar gewoon kwijt op hoge snelheid. Ilott kan hem niet meer ontwijken. En het is naar binnen voor de Williams coureur. En wij duiken dus naar binnen. Voor onze laatste pitstop van de dag. En gaan dus weer naar de medium compound. En komen mooi voor Max weer de baan op. Jazeker. Met nog 10 rondes te gaan in de wedstrijd. We zitten een ronde later in ronde nummer 26. Als de lampen uitgaan van de Aston Martin. Wij gaan de pace verdelen. En pakken het hier al gelijk rustig aan. Gaan proberen Max een beetje te piepelen tijdens die herstart. Willen de achterbanden zo goed mogelijk op zien te warmen. Voorbanden en voorremmen moeten goed zijn. We moeten ook een goede herstart hebben. Anders zijn we de pineut. Hier nog niet. We doen het lekker rustig aan. Dit mag allemaal, want wij zijn de leider in de wedstrijd. En anders had race director hier wel wat van gezegd. We willen proberen Verstappen te piepelen. Tijdens die herstart. En we gaan op ons gas. En Verstappen is wat gepiepeld, maar niet helemaal. Maken wel een klein foutje, schieten door en Verstappen valt gelijk aan. En daar hebben wij Max in ronde nummer 27. Aan de buitenkant dit keer bij de hairpin. Remt heel laat. Maar dan hebben wij hier de ideale lijn en pakken wij P1 weer terug van Verstappen. Leclerc op P3, Hamilton op P4, Bottas op P5. Max kan hier niet aanvallen, zit volgens mij net te ver weg. Jazeker. En we gaan ronde nummer 28 alweer in. Daar zitten Verstappen naar die buitenkant, binnenkant. En dit keer de buitenkant. Ik verschrak me eventjes, want ik moet heel veel zeggen in zo'n korte tijd. Dus excuses daarvoor. Verstappen heeft de leiding veroverd. Heeft de leiding veroverd met nog 7 rondes te gaan. Wij proberen hem hier zometeen terug te pakken op dat rechte stuk. We zijn bij de hairpin. En moeten het hier dan gaan proberen zonder DRS, want die is nog niet ingesteld. Hier dan naar de binnenkant kijken. Verstappen knijpt ons wat richting die muur. Maar je weet, je teammaat moet je het nooit vermoorden. Zo is het maar net. En het is weer P1 in ronde nummer
29, jazeker. DRS ook ingeschakeld door Race Director. Dus Max kan weer gaan aanvallen. Voor de resterende rondes, 6 om precies te zijn. Maar die aanvallen hebben helemaal geen nut gehad, want Verstappen is zoekgereden. Dat gat is 5,2 seconden. Leclerc zit daar niet te ver achter, maar kan P3 niet goed maken. We gaan hier de wedstrijd winnen in Montreal. De grote prijs van Canada is van ons. Weer een 1-2'tje gepakt. En is op naar de volgende wedstrijd in Oostenrijk. Here we are then, a real team effort to overcome their rivals for a memorable win here today. So Anthony, what made the difference out there today? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive and that's allowed them to take the advantage. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Hier benen dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen de grote prijs van Canada, pakken ook de snelste race onder punt. Verstappen naar P2. Charles Leclerc naar P3. Hamilton, driver of the day. Bottas 5, Gasly 6. Tsunoda 7, Perez 8, Ricciardo 9. En Carlos Sainz pakt het laatste punt voor Ferrari. En twee uitvallers. Norris en Ocon. 72 punten verschil naar nummer 2, Gasly, en Max komt dichter bij Gasly, dus dat is goed om te zien. En ja, dan is het gewoon de video afronden namelijk. De rivaliteit breakdown stelt allemaal niet zoveel voor eigenlijk. Het team acclaim, wat je gewoon van ons gewend bent natuurlijk. Dan ben ik wel benieuwd hoeveel geld we hebben binnengeharkt in deze race. Kijk eens aan, $3,07 miljoen. Hartstikke veel, top gedaan. Helaas wel wat schade gereden door beide coureurs, namens mijzelf en Max. In totaal $200 miljoen op de bank. Dat is goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike die video dan. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F2021 My Team Career content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Reageer wat er verbeterd kan worden op deze video. Volg me even op de sociale media. @JanAnSchouten op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was Janan mensen. Tot de volgende keer bij F2021 My Team Career Mode. Ga verder in Oostenrijk.